Hallo allemaal en welkom op mijn kanaal en welkom bij deze tweede let's play van de groep van de Junior Detectives groep 5, het mysterie van de verloren stad. In de vorige zijn we naar de Breizelei gegaan om het eerste deel van de sleutel van de verloren stad te zoeken. En nou ja, we gaan nu gewoon lekker verder met de volgende. Wil je weten wat hier... Ja Chris, wat een kliederboel. Om Horatius wacht op... We gaan nou naar het Apenrijk en het hoofdthema daar is rekenen. Een van mijn favorieten. Kim, Marco, pas op voor die stengel! Oh, Toby, maak je toch niet zo... Hey! Oh, hey! Wat is dat? Ik ben Vasco da Ponto. Koning der gorilladars. Een apenkoning? Luister, ik word aap à la crème als je ons niet kunt helpen. Matra is weer ontsnapt. Hij eet puma's en papegaaien en verheugt zich vast al op een apenmilkshake. Tenzij... Tenzij? Tenzij jullie pelslozen de twee sleutels vinden tot de verloren stad. Daar gaat het ons juist om. Maar hoe komen we aan die sleutels? Marco met dat puffje mooitje. Ik weet waar je één kunt vinden. Neem gewoon een pad door mijn apenkoninkrijk. En dan ga je door de vijf gordels met gloeiende lava. Gloeiende lava? Anders zou ik er zelf doorheen gaan. Maar ik verstuikte mijn staart. Goeie Natuurlijk smoes. Heb je niets beter nodig. Maar mijn gorilladars geven ze jullie met plezier. Je moet ze daar natuurlijk wel een paar diensten voor bewijzen. Niet te hard, Vastapel. Oh. Wat zijn niesbessen eigenlijk? Kleine, veelkleurige besjes. Blauw, groen, rood, paars en goud. De oude Numerianen planten de niesbessenstruiken lang geleden. Luister, Bingo. Bongo. Bongo? Bingo. Geen tijd voor bessen plukken. Nee. Onder deze bessen kom je de vulkaangordels nooit door. Je hoorde de man, ik bedoel aap, op naar die bessen. Nou, en we doen het weer net zoals bij de Breizelei. We gaan eerst het allermakkelijkste niveau om te laten zien hoe de puzzels werken. En daarna gaan we naar het allermoeilijkste niveau om er zeker van te zijn dat we genoeg hebben om door die vulkaangordels te komen. En dit keer nemen we het pad omhoog. Ah, pelsloze chimpansees. Jullie zijn vast op zoek naar een niesbessen. Help mij, dan krijg je er een paar. Die luide Matra vliegt hier constant over en stoot mijn huisnummer om. Boven mijn deurpost heb ik plaats voor vier stenen. Zet de vier stenen daarboven neer om mij het hoogst mogelijke huisnummer te geven. Alleen het grootste getal dat je kunt maken. Nou, dat lijkt me ook duidelijk hoe dit spel werkt. Je wordt bedankt. Hier, neem wat niesbessen. Schattig. Bedankt. Hop. Nou, op naar het volgende. Wat is dat? Achteruit, pelslozen. Dit souvenir werd uit de lucht gegooid door Matra. Laat eens kijken. Aviatron motorolie. Kim, wat is hier los? Betekent aviatie niet vliegen? Ja, wat moet een oud vliegend beest nou met een blik motorolie? Geen idee, maar we zoeken het wel uit. Kom mee. Ik weet natuurlijk al lang hoe het spel afloopt, maar ik ga het gewoon voor het leuk niet verraden. O jee, het is weer zover. Koning Vasco zal woest op me wezen. Toen ik het monument voor onze grote gorilladorleiders poetste, viel het nummerbordje eruit. Kun jij het goede bordje er weer inzetten? Dan krijg je een tras. Nou, het goede bordje erin zetten, het is ook niet zo'n heel moeilijk spel. Het is gewoon een kwestie van optellen. Dita,
Rhesus Aap was 8 jaar burgemeester. Daarna was ze 21 jaar gouverneur. In totaal diende Rita puntje puntje jaar. Het is gewoon een kwestie van de twee getallen bij elkaar optellen. Wauw, jij bent slim. Hartelijk dank. Ja, geen probleem. En hier zijn je niesbessen. Ik vraag me altijd wel af waar die andere borden dan van zijn. Bedankt. Volgende. Omtrekker. Dit vond ik altijd de leukste aan. Ja, wat is dit? Wil je niet weten, maar help me bij het afzetten. De maten op de stenen geven de lengte van de zijde aan. Stop de rank in een poot die precies rond de put zal passen. Maar er mag niets overblijven. Nou, je hoort het. Dit is gewoon een kwestie van het optellen van de vier stenen. Omtrekken. 6 plus 6 is 12. 7 plus 7 is 14. Is in totaal 26. Ik vind trouwens deze, die tweede, vind ik het leukst uitzien. Dus ik hoop altijd een beetje dat die het is. Maar het is deze. Oh ja. Dat past. Ik zet dit af. Ik vind hem in de animatie leuker. En hier... zijn je niesbessen. Gezondheid. Ja. Volgende spel. Nou, dat liedje slaan we ook over. Dit is een kleine leuke animatie. Hebben ze het voor de grap gestopt. Ook in de Brijzelijen zijn er liedjes te winnen, dat kun je zien aan die instrumenten. Daar ga ik nog een extra filmpje over maken, samen met wat andere dingen. Dat is bonus, zeg maar. En hier komen we bij de koningin April. Ha, grap. O jee, ik ben koningin Jurkabella. En mijn geitenbreier, die snoezepoes daar, met klauwen. Is veenleidig. Wat spreekt hij uit? Zijn voederdagen staan op deze kalender. En hij wil weten wanneer hij weer voer krijgt. Maar de wijzer ligt op de grond. Met dit geschrift van koning Vasco is de datum te vinden. Maar kan er geen wijs uit worden. Zet de wijzer op de voederdag van mijn geitenbreien. En je krijgt gouden niesbessen ter beloning. Gouden niesbessen voor een gouden koningin die niet kan tellen. Het is een dinsdag. Nou, dat betekent dat we in het rijtje van dinsdag moeten kijken. De dag heeft twee cijfers, dus 1 en 8 vallen af. Beide cijfers zijn hetzelfde, dus dan blijft er maar 1 over 22. Hartelijk dank. Ik vond het vroeger altijd een hele mooie kalender aanwijzen. Vandaag is geen voederdag. Hier zijn je niesbessen. Gezondheid. Dank voor de niesbessen, uw hoogheid. Nou, we gaan terug, want er is nog één spel over. Oh. Ha, de koninklijke schatkist. Om het slot te openen zijn een aantal van deze munten nodig. Die liggen op de grond, maar één stapeltje met munten die vormt het getal dat nodig is om de kist te openen. Nou, als je... Nou, kinderen op school die leren met centen of soms met muntgeld rekenen. Ik vond dit vroeger altijd het leukste spel in het Apenkoninkrijk. En ik weet welke het is. Deze, de linkse. 1 plus 1 plus 1 is 3. 25 plus 25 is 50. Plus 25 is 75. Plus 3 is 78. Nou, en daarmee hebben we onze groene niesbessen, Hachu. En nou ja, daar zijn de vulkaangordels, waar we naartoe gaan als we alle niesbessen hebben. Overslaan. Dit is ook weer een brugpuzzel. Het is een kwestie van de juiste de stenen vinden die evenveel gewicht hebben als de grote steen. Nou ja, vier paar stenen, één goed antwoord. In dit geval is het deze. De boomstam is in balans. Joepie. Dag slangen. Kom mee, Marco. Nou, dan komen we weer bij het olieblik.
de huisnummers. Nou, zoals ik net al gezegd heb, we doen alle puzzels twee keer. Eén keer op het eerste niveau, één keer op het topniveau. Daarmee zet ik alles op het topniveau. Nou, ik laat de kaart wel even zien. Hiermee kun je naar andere plaatsen in je spel. Nou, je kunt hiermee dus terugreizen naar alle puzzels die je hebt gedaan. Maar wil ik nou terugrijden naar de prijzenlijn, dan moet ik eerst naar het basiskamp en dan kan ik pas naar de prijzenlijn. We gebruiken de kaart gewoon voor het gemak. Kijk, mijn adresstenen zijn weer gevallen. En jullie zien dat het al wat moeilijker is. 5 stenen dit keer, nou ja, het hoogste mogelijk huisnummer. Dat werkt vast niet. Nog een keer. Wacht heel even. Hadden we die niet? Zet de adresstenen zo boven de deurpost dat ik het hoogst mogelijke oneven huisnummer. Dat was het dus. Het hoogst mogelijk oneven huisnummer. Dus goed luisteren. Nou ja, het olieblik. Ha. Dit is al wat anders. In 1685 begon het bewind van Rob de Rekenaar. Goh, ze hebben een rekenaar. Het eindigde in 1702. Rob regeerde zoveel jaar. Dit is eigenlijk een kwestie van cijfers weghalen. Voor mij ligt het zo. 5. Plus 5 is 10, plus 2 is 7. Nou ja, 17 kun je nu al zien. Wauw, dus, jij bent ze. Dat is opgelost. De put. Jullie zien dat dit nu ook iets anders is. Er zijn twee cijfers weg en de cijfers zijn allemaal boven de 10. Nou, 25 plus 25 is 50. 20 plus 20 is 40, dus het wordt 90 in totaal. Oh ja. 500. Ja, ik zet dit. Mijn leraar zei altijd, bij meer keuzemogelijkheden zijn er altijd minstens twee die je al gewoon compleet onzin zijn. Dus, we gaan naar de kalender. De dag valt in de tweede week. Het is een onevental. Het is een coëfficiënt van 35. Ik heb op school nooit coëfficiënten gehad. Dus, weten jullie wat dat betekent? Vertel het me. Ik denk gewoon dat het iets met tafels te maken heeft, dus ik heb hem op 7. Hartelijk dank. Mijn probleem... En blijkbaar is het een coëfficiënt van de tafels. Dus coëfficiënt heeft iets met tafels te maken, een tip dus. Kijk, dit is ook al iets moeilijker. Je hebt nu ook briefjes. Dus, eens even kijken. 80. Ja, hier, deze is het al. Meestal is het gewoon een kwestie van de briefpapier bij elkaar optellen. Vulkaangordels. Het geheim van de boomstam, dat nu ook iets moeilijker is. Ik denk dat het deze is. Die is het. We zijn weer bij het blik. Wacht, heb ik nou alle nieuwsbessen? Ja, ik heb alle nieuwsbessen. Dus we gaan naar de vulkaangordels. Oh, daar zijn... Nou, eens kijken wat de puzzels zijn. Zoek op mijn 5 bruggen, 5 hints, heel snel. Doe wat met je... Kijk, We moeten nog meer letters ontdekken. Deze puzzel vond ik vroeger heel moeilijk. Je moet 5 hints zoeken en dat is een beetje zoals een kruiswoordpuzzel. Of nee, als een woordzoeker, sorry, dat was het. Omdat hij nu op topniveau staat, is hij iets moeilijker. Je moet, behalve dat je het antwoord moet zoeken, moet je ook het tekentje invullen. Ik begin gewoon met min. 45 min 3 is 25, is 2. Dit is wel het goede antwoord, maar niet het juiste getal. Kies een andere bewerking. Nou ja, dan moet je kiezen voor een ander cijfer. Dus in dit geval is de enige andere mogelijkheid 45 plus 3 is 48. Dit is wel het goede antwoord,
maar niet het juiste getal. Kies een andere bewerking. Dan ga ik voor de enige mogelijkheid gedeeld door. Nou, en jullie zien hoe snel die je niet best opraken. Wat ben jij slim. Nou, ik had 3 pogingen nodig, een meneertje. Ik ga voor meteen voor gedeeld door. Zeer ingenieus. Maar kijk, jullie zien dat het tot 100 gaat, dus... Mocht het boven de 100 uitkomen, dan is het dat sowieso niet. Dit is wel de... Even kijken, dan is het 3. Is 8. Is 78. Is 68. Oh ja. Deel door 2 is 25. Uitstekend. Ik denk dat dit keer is, want plus wordt te weinig en min wordt ook te weinig. Gedeeld door kan niet, tenminste niet in dit kinderspel. 3 keer 6 is 18. 3 keer of 6 keer 10 is 60. En 68 is 78. Wat ben jij slim? Uitstekend. Kijk, en ja, nu weet ik gewoon wat de antwoorden zijn, omdat de zin al duidelijk wordt. Zeer ingenieus. Het is natuurlijk het leukste om gewoon de rekensom op te lossen. Goed werk. En je hebt de eerste hint onthuld. Onthul nu nog 4 hints en betreed dan mijn rots. Je mag gaan. Dank. Het is gelukt. We kunnen nu naar de overkant. Na u, juffrouw de Wilde. Juffrouw de Wilde. Ik vind dat wel een mooie achternaam. Misschien ga ik dat gebruiken in een van mijn verhalen. Zijn we er nog niet? Die hadden we al gehoord. Kijk. Houd voor mijn brug groene nies. Kijk, en zo zie je dat het in dit, omdat de rekening nou het hoogst is, dat dat doorgaat over de 100. Anders zou het ook weer van 1 naar 100 gaan. Ik ga voor de keer. Dus dat is 8, 9 keer 2 is 18. Kijk, als het om tientallen gaat, dan haal ik meestal alle nullen weg. 18, nou 3 keer 2 is 6. Dus ik ga voor 186. En dat is meteen goed. Heel goed. Dank u. Negen is 5. Dat wordt 5. Plus is 8. Dus 185. Uitstekend. Dat is 3 plus 7 is 10, dus dat wordt 170, dat wordt 180. Ik denk dat het fout is. Zie je wel? Dus we gaan voor min. 3, 13 min 7 is 6. Dus dat wordt 156, dat wordt 146. Wat ben jij slim? Oké, dit is dus de som waar ik een ongelooflijk hekel aan heb. Als het gewoon zo dat eerste getal zijn, maar ik weet dat dit gewoon gedeeld door is. Keer is te hoog, plus is. Keer is te hoog en min en plus, dat komt gewoon niet voor.
Nou ja, ik... even denken. 6, dat wordt 100, 870. Ik moet heel even rekenen. Dus we komen in elk geval in de buurt van de 9 uit. Ik denk dat het 149 is. Ah. Helaas. Optellen, nog aftrekken, nog vermenigvuldigen, nog delen door, bracht dit antwoord. Dat gebeurt er dus als je een best fout hebt. Ik zou het echt niet weten. Helaas, deze getallen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen. Dan denk ik dat het een 4 is. Dank. Uit. 6. En min is 2. Dus dat wordt... 2. Ik wil even laten zien wat er gebeurt als je een som niet... Hoewel een bewerking je niet naar dit nummer leidt, heb je toch een letter onthuld. Dat was ook wel even leuk om te laten zien. 2. 8. Het wordt wel 2. Het wordt 102. Ah. Helaas, deze ge... Ja, en zo zie je dat het dus slim was om die tweede nies best bij de hand te houden. We moeten nog meer letters onthullen. Ik ben echt slecht. Nou ja, dat is dus wel het goede antwoord. Nou, dan moeten we in de buurt van de 6 uitkomen. Ik denk dat het 166 is. Goed. 8. Verstand. Nou, en daar is, de tweede ring onthuld. Na u, juffrouw de Wilde. Na u, juffrouw de Wilde. Nou, beleefd, zijn ze wel. Hey Marco, denk je dat oom Horatius oké is? Was dat zeker, Kim? Hij is toch niet voor niets dokter? Ja, tuurlijk. Weet ik. Ik wil alleen maar dat jij niet ontmoedigd wordt of zoiets. Ik, maar... Fijn dat ik je gerust kon stellen, Marco. Kom op. Nou, moe. Kom, zijn ze wel. We beginnen dus met de rode niesbessen. Wat moet ik doen? 10 letters moet je in totaal onthullen. Nou ja, je hebt iets van 12 bestdingen. Of, nee, 11. 11. Oké, dit is dus keer. Even kijken. 6... 9 keer 8 is 2. Kijk, hier heb je dus al geen enkel voorgezet letter. Dat was dus wel het goede antwoord. Nou ja, wordt het de andere kant op. Ik ga altijd eerst voor min, want dat vind ik het makkelijkste. Weer fout. Plus, dus dat wordt 186. Ik zou dat wel eens willen proberen, zo met die bestjes. Uitstekend. Ik heb wel een tijdje boog geschoten. Of, nou ja, een tijdje. Ik heb, hoort met kamp, heb ik boogschutlessen gehad. Ik bedoel, dat was leuk in die tijd. Hoewel een bewerking. Nou, dan doen we meteen ook het gat invullen. We gaan gewoon lekker even door. Hoewel een...
Ja, we hebben dus weer rode niespessen nodig. We maken gewoon even de hele reeks af. Goed zo. Aanschouw. Je hebt nu de derde. Je mag gaan. En soms zijn het gewoon drie woorden, soms zijn het twee woorden. Dus, goed, nee. Perk. Gaan we nu terug? Ja, we gaan terug. We hebben al deze moeite gedaan en we gaan terug. Is goed met je. Zijn we nog niet? Mijn batterijen zijn bijna leeg. Ik nu. Nou ja, jij kan ze tenminste opladen. Maar ik kan niet meer verder. Ja, dat is te merken ook. Hoe lang moet ik je nog meesleuren? Hey. Een grapje. Houd voor mij. Blauw. Gaan blauw. We moeten in totaal... We beginnen natuurlijk weer met min of nee? Nee, plus. Plus een keer. 389. Fout. Dit. 335. Oké, dit zijn echt de gemakkelijkste. Of nou ja, de gemakkelijkste. Hoe heet dat? De gemakkelijkste gedeeld door sommen. Dat gebeurt me heel erg vaak, dat ik dan wel het goede antwoord heb, maar de foute bewerking. Verstandig. De bessen zijn op. Oh. Schok. Verrassing. Nou ja, we kunnen de reeks afmaken. Moet je netjes opvolgen. Je mag gaan. Het is gelukt. We kunnen nu naar de overkant. Naar u, meneer Rivera. En ze gaat toch voorop. Ik ben zo kwaad. Pas maar op, Matra. Het zal je berouwen dat je bij een oom opgesloten hebt. Kim, kopie. Hij is ruim 20 meter lang. Verstand, geen zaagsel. Verstand, zaagsel, en als we er eindelijk zijn, batterijen! Ah. Hout voor mij. Ja, goud dus, dit keer. Zoals je ziet, gaan tot 500. Dus als je tot 500 kan tellen, kan je dit spel doen. Op dit niveau. Nou ja, keer. 8 keer 8 is ergens in de 6. Nee, we gaan wel even de tafels erbij halen. Dus 5 keer 8 is 40. 3 keer 8 is
24, dus dat is 64. Ah shit, nee, dat is 46. Dan zat ik het door elkaar. Ik ben een beetje dyslectisch. Nou ja, dit is ook weer een hele makkelijke les. Ook weer keer 5. 9 keer 5 is 45. Dit is ook een hele makkelijke. Dat is gedeeld door. Dit is plus. Daar ga ik nou voor. Dus dat is 8. Dat is fout. Dus we gaan voor min. Dan staat voor 172. 170. 176. Oh nee. Ik ga plus. We moeten nog meer. Dit is wel. Vier keer 8 is 16, is 32. Oh, en daarmee hebben we de laatste vulkaanringen. We kunnen nu naar de overkant. Overwonnen. Goed werk. Gaan we nu terug? Dat vroeg je net ook al. Kijk, de hints van de bruggen staan op de muur. Laten we doen wat erop staat. Goed. Gebruik de hints in volgorde om de sleutel te vinden. Oké. En. Sorry, dat was gaaf. Ik vind dit valstukje vind ik altijd het leukste. Dus eerst voet, oog, speer, 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 oor. Het is gelukt. Stop de sleutel maar gauw in mijn rugzak. Wow! Wow! Oké, wie steekt de lichter? Valluik! Mooi, beide sleutels. Niet gek. Daar zijn beide sleutels. Nu gaan jullie zeker naar de oude stad. Hoe komen we er het snel? Nou, in het volgende filmpje gaan we naar de oude stad. Omdat we nu beide sleutels hebben gevonden. Wat misschien nog wel leuk is om te vertellen. Marco, die zei aan het begin van het filmpje, zei hij valluik. Valluik, voor de mensen die het net zoals ik niet goed gehoord hebben. Ik dacht dat hij altijd zei, vallen!
Maar het was dus Fallout. Nou, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En tot de volgende keer. Tot ziens!